Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom bij wat speciaals. Want vandaag hebben we een video die gesponsord is door LG. Dus eerst, dankjewel LG voor het sponsoren van de video. En vandaag gaan wij een super toffe Ultra Gear monitor unboxen. En dat is ook de reden waarom we nou op de grond zitten. Het is een grote monitor, 27 inch. En anders heb ik nergens plek. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Nogmaals, LG, bedankt voor het sponsoren. En dan gaan we gelijk aan de slag. Let's go. Bah! Daar is hij dan, boys. Kijk eens aan. De LG Ultra Gear. Dit is de 27 GP850. En die 27 staat voor het aantal inches. Dat is het formaat. En verder is de 2560 bij 1440p monitor. IPS paneel. Nvidia G-Sync compatible. 1 milliseconde gray to gray. En 180 hertz. Dus klinkt ontzettend goed. En we gaan hem eens eventjes openen. Kijk. Kijk eens aan, boys. Pas op voor schroeven. Staat er. Pas op voor schroeven. Alright. Alright, het eerste wat we zien is kabels en een adapter. Kom, weet je wat het ding is? Jullie kennen al dit soort dingen wel, right? Het is een HDMI-kabel. Het is niet een HDMI trouwens. Het is een DisplayPort. DisplayPort-kabel. USB-kabel. Adapter. HDMI-kabel. Come on, boys. Ik hoef jullie dit niet uit te leggen. Jullie weten wat het is. Er komt zelfs een CD bij. Mocht je niks te doen hebben, kan je lezen. Exact. Maar ja, wij zijn hier voor de monitor. En het eerste wat ik hier zie is trouwens de voet. De voet is ook al nice. Kijk, ik zal hem eens even bijpakken. Dit is niet zo'n standaard voetje. Dit is een fancy voet. Exact. Laat ik me weet je wat? Ik zoom mijn camera eens even uit. Want ik moet wel bukken. Kijk. Waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Dat is op zich wel een stuk handiger. Kijk. Dit is de voet. En wat valt er te zeggen van een voet? Dan moet hij op staan. Kijk. Ligt het nou aan mij of ben ik letterlijk gewoon ineens 3 tinten lichter geworden hier? What the hell? Maar ja, als dat de voet is, dan is dit zijn been. We gaan eens even zijn been amputeren. Hij is al geamputeerd. We gaan hem even openen. Kijk. Dit is zijn been. Hoe heet dit ding anders? Ik noem het gewoon zijn been. We hebben zijn been en zijn voet. En die gaan we samen... Ja, kijk. De voet is assembled. We gaan eens even de monitor erbij pakken. En we hebben hier verder rest nog een klein clipje. Ik weet niet eens waar dat precies voor is, als iemand dat weet. Het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Je ziet nog niks. I know. Dit is over het algemeen een taak die je makkelijker met tweeën kan doen. Alleen ik doe het gewoon alleen. Want, come on boys. Ik ben een professional. Maar hier heb je hem dan. Los. Tadaa! 27 inch is het. Het lijkt volgens mij best wel klein op camera, maar dat is het niet. 27 inch vind ik persoonlijk... Dit is mijn favoriete formaat voor monitoren. Ik had voorheen 24. Toen ben ik overgegaan op 27. En dit is wederom weer een 27. Zit hier eigenlijk nog iets onder? Ik heb geen idee. Ik zal zo eens even kijken. Maar... Bah! Ik ga eens even lekker zitten, boys. Ah! Dat is wel wat nicer. Kijk. Ik kon al die tijd gewoon zitten, trouwens. Dan deed ik het zo moeilijk. Ik ben buiten adem. Yep. Hoeveel centimeter is eigenlijk 27 inch? Dat staat hier onderop. Dat is 68 centimeter. Dus ik zou zeggen, pak je meetlat erbij en check hoe groot 68 is. Dat is van linksboven naar rechtsonder of van rechtsboven naar linksonder. Of van linksonder naar rechtsboven of van rechtsonder naar linksboven. Net wat je wil. Zou ik dit in één keer goed kunnen doen, denk je? Nou, op zich wel moeten, toch? Nou, gewoon zo. In één keer. First try. Is hem dat? Alright, we doen het gewoon op deze manier. Wat makkelijker. Jatzee. Pats, boom. In theorie zit hij nou al vast, right? Dat is insane dat het zo makkelijk is. Kijk dan. Ah. Tada! Dit is hem dan. En we gaan eens even kijken naar de aansluitingen achter. Aan de achterzijde hebben wij 2 HDMI-poorten. 2 gewoon USB-poorten, een USB-B, een DisplayPort, een audio jack en als laatste voor de power. En dat zijn alle aansluitingen. En over aansluiten gesproken, we gaan hem eens even aansluiten. Hier heb je de LG Ultra Gear monitor in actie. En nou is de vraag, wat is beter dan een LG Ultra Gear monitor? Inderdaad, 2 LG Ultra Gear monitoren. En ik ben sowieso altijd wel van mening dat je eigenlijk minimaal 2 monitoren moet hebben. Dat is gewoon een stuk productiever en werkt gewoon makkelijker. En naast het werken is het ook gewoon fijner als je aan het gamen bent. Dat je dan op je middelste scherm kan gamen.
en je rechterscherm voor Discord of Twitter of YouTube of zo. Dus ja, ik vind twee monitoren echt minimum. En dan krijg je ook een kleine sneak peek van mijn hele setup. Mocht jullie een dedicated setup video willen zien, dan zou ik zeggen, als we 1500 likes halen op deze video, dan gaan we dat waarmaken. Dus dan weet je dat. Doe dat. En dan gaan we nou over op de specs. LG heeft 's werelds eerste 1 milliseconde IPS monitoren. Dat houdt in dat alles wat je doet in 1 milliseconde gebeurt op je scherm. En dat is heel erg belangrijk bij bijvoorbeeld shooters. Want dan heb je dus de snelst mogelijke reactietijd om gunfights te winnen. IPS is het type paneel wat gebruikt wordt. De bekendste zijn IPS en TN. Voorheen was TN het enige paneel waarop je 1 milliseconde kon hebben. Alleen het probleem aan TN-panelen is dat de kleuren al heel erg vaag waren. En bij IPS is dat veel beter. Het is dus de perfecte combinatie. Je hebt de kleuren van een IPS-paneel en de snelheid van een TN-paneel. Verder is dit een 2560 x 1440p monitor. Je hebt dus meer pixels dan de standaard 1920 x 1080, waardoor je gewoon een scherper beeld krijgt. De monitor is ook voorzien van NVIDIA G-Sync en FreeSync. Dit houdt in dat je scherm samenwerkt met je videokaart om zo screen tearing te voorkomen. Screen tearing is wanneer je dan scheuren in je beeld ziet. En ik kan je vertellen, dat is best wel irritant. De monitor heeft 165 Hz en is overclockable tot 180. Verder heeft de monitor verschillende features, waaronder Black Stabilizer, wat ervoor zorgt dat je zelfs in de donkerste scenario's nog steeds volop detail ziet. En Dynamic Action Sync, wat de input lag vermindert. Verder is hij zowel in hoogte verstelbaar als draaibaar. En is hij ook voorzien van een smalle bezel en een VESA-aansluiting. Een VESA-aansluiting is ervoor zodat je hem kan monteren op een bureau of een wall mount. Aan de achterzijde heb je ook voldoende aansluitingen, waaronder twee HDMI's, één DisplayPort, twee USB-A's en een USB-B. Voldoende dus om zowel je PlayStation, je Xbox en je PC allemaal tegelijkertijd aan te sluiten. Dit was hem dan. Ik wil LG enorm bedanken voor het sponsoren van deze video. En mochten jullie nou meer informatie willen hebben over de LG UltraGear monitoren, check dan de link in de beschrijving. Daar hebben ze een volledig assortiment van allerlei verschillende modellen, verschillende formaten. En misschien zit er wel wat voor jou tussen. Dus nogmaals, check de link in de beschrijving. En verder is het... ik had beloofd bij de 1500 likes dat we een setup video zouden doen. Dus willen jullie een setup video zien, drop zo eens een likey. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe!